Op de hoek van de Commissaris en Indira Gandhiweg is gisteren een winkelpand met voornamelijk kleding volledig afgebrand. De eigenaar heeft niets uit het pand kunnen redden. Brandweervoorlichter Alton Pinas geeft in gesprek met de redactie aan dat de brand vermoedelijk in de bergruimte is ontstaan. Toen de brand het bericht kreeg, toen de plaatsen kwamen, was het nog wel eens een lichte laaien. Er een oplettende medewerker die heeft gemerkt dat er vlammen van het plafond naar beneden vielen. En dat gebeurde in de magazijnruimte. Eigenlijk was meteen de eigenaar en ik heb geprobeerd de brand te blussen. Wanneer ze niet is geblust, ik werd dat dan gemaakt met de politietelefonist. En die op haar beurt heeft gelijk de brand in kennis gesteld. Pinas geeft verder aan dat omliggende panden en de autohandelaar naast het pand geen last hebben ondervonden van de brand. Aan de Adrianusstraat is er vanmorgen ook een huis afgebrand. Buurtbewoner Janeska Sandvliet geeft aan wat haar eerste indruk was. Mijn eerste indruk? Ik dacht, mijn buurman gaat tekeer of zo. Ik hoorde hem slaan. Het was 4:20, want daar heb ik een wekker gezet voor een uurtje later om op te staan om naar het werk te gaan. En ik hoorde hem slaan, dus ik maakte mijn ventilator uit om het beter te horen. Ik zei, hij zei, mijn deur open en er was al roep, vlammen, net voor me. Ik weet niet wat er met me gebeurde. In paniek heb ik die sleutel gepakt om die poort, om het open te komen maken. Dus ik rende al naar voren en mijn schutters zijn gebost. Je snapt al, dus. En toen kwam van mij, God, ik kan niet schrozen, zei, je kan niet eruit. De buurvrouw begon ik ook te schillen aan de zijkant. Zei, mevrouw Lilian, komt u naar buiten, brand. De woning van Sandvliet achter op het erf heeft slechts waterschade opgelopen. Door snel optreden van andere buurtbewoners en de brandweer konden andere woningen bespaard blijven van de vlammenzee.